De Economische Controledienst heeft veel vreemde zaken geconstateerd op het veld, zei minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie eerder deze week voor de Raad van Ministers. De bewindsvrouw geeft aan dat er wat controlesessies gaande zijn vanuit de dienst, maar dat er binnenkort zal worden overgegaan tot inbeslagname van goederen en andere maatregelen. We blijven praten, we blijven praten, we blijven boetes geven. Maar het blijkt als je vandaag een boete hebt gegeven of in beslag hebt genomen, dat het de volgende keer weer gebeurt. Dus we zijn nu echt even bezig. We zijn al continu met communicatie bezig, maar nu zijn we echt bezig met voorlichting. En echt aangeven van luister, we hebben gesproken, gesproken, gesproken. En nu is het bam, we gaan handelen. De minister geeft verder aan dat handelaren zich schuldig maken aan verschillende overtredingen die niet afnemen. Daarom moet er hard worden opgetreden. Vergunningen, het niet hebben van vergunningen of niet op tijd verlengen van vergunningen, prijsopdrijvingen in plaats van 25%, 40%. En nu gaan we echt de producten in beslag nemen. Het is een beleid van het ministerie. We hebben continu gesproken over prijsopdrijving, over kostprijscalculatie. We geven die voorlichting. U zult een filmpje ook hebben gezien die de ronde doet hoe wij de kostprijscalculatie berekenen. Met die informatie zijn we gekomen. Maar we hebben gesproken, we hebben continu gesproken en nu is het echt van de ondernemers op het hart drukken van luister, dit is het en we gaan niet meer tolereren. De bewindsvrouw benadrukt dat er nu gesprekken worden gevoerd met de ondernemers als laatste waarschuwing. Wanneer er wordt opgetreden, moet niemand verwijten doen dat ze niet van tevoren zijn gewaarschuwd.